Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. In onze vorige uitzending heeft u kunnen luisteren naar Amos 2. Daar vervolgt de profeet met oordelen die hij namens God moet uitspreken. Hij richtte zich als eerste tegen de volken die rondom Israël wonen. In hoofdstuk 2 is tenslotte Moab aan de beurt. Dit volk werd niet gestraft omdat ze zich tegen Israël hebben gekeerd, maar ze hebben de beenderen van de koning van Edom verbrand. En in Gods ogen was dit vreselijk. Het verbranden van beenderen kwam alleen op bevel van de Here als hoogste rechter voor als vreselijke straf, en door dit zelf te doen vergreep Moab zich aan Gods rechten. Daarin zien we iets van eigen rechter spelen: het als God willen zijn ten koste van anderen, maar ook het geen respect hebben voor de doden. Om die reden valt de trotse Moab onder Gods oordeel. Overigens zien we in de geschiedenis van de Moabitische Rut hoe anders het kan gaan wanneer iemand zich buigt voor de God van Israël. Rut leefde onder de zegen en de genade van de Here. Maar het blijft niet bij Moab. Voor de luisteraars zal het een flinke schok geweest zijn om te horen dat de Here niet alleen de vrede heidenvolken aanklaagt, maar ook wat tegen hen zelf te zeggen heeft. Eerst is Juda aan de beurt. Er wordt niet één specifieke zonde genoemd, maar in algemene zin verwijt de heren Juda dat zij gezondigd hebben, omdat ze zich niet aan Gods wetten hebben gehouden. In de dagen van Amos leefden de inwoners van Juda uiterlijk dus wel godsdienstig, maar als het erom ging om de wetten van de heren te gehoorzamen, dan gingen ze hun eigen weg. Uiteindelijk klinkt Gods stem ook tegen de inwoners van het tien stammenrijk. Ook zij zullen worden gestraft. En wel, omdat ze zich misdragen hebben tegenover hun naaste. Het recht werd gebroken en de arme mensen vonden geen hulp. Israël was geroepen om de Heere boven alles lief te hebben en de naaste als zichzelf. De liefde van de Heere en de gehoorzaamheid aan de wet die zouden zichtbaar moeten worden in de onderlinge omgang. Maar het tegendeel was het geval, en daarom voorspelde Israël de genade van de Heere voor zichzelf. En kondigt Amos hier het oordeel aan? We lezen verder in deze profetie, hoofdstuk 2, vanaf vers 9. de Vorige uitzending besloten we met het lezen van Amos 2, vers 9, waar we lazen, en denk dan eens aan alles wat ik voor hen heb gedaan. Voor hen uitgaand maakte ik het land van de Amorieten voor hen vrij, terwijl de Amorieten toch boomlange kerels zijn en sterk als ossen. Ik beroofde hen van hun vrucht en sneed hun wortels door. Tegenover de gedragingen van de inwoners van Israël. Staat het liefdevolle handelen van de Heere? De beginwoorden drukken uit hoe volslagen onverklaarbaar het gedrag van de Israëlieten is. De woorden maken ook duidelijk waarom de Heere zo streng en straffend moet spreken. Amos 3: vers 2 is er een illustratie van. We lezen er. Uit alle volken heb ik uitsluitend U gekozen. Daarom moet ik u des te zwaarder straffen voor al uw zonden. Want hoe kunnen wij met elkaar praten als uw zonden ons scheiden en wij het niet eens worden? De Heere herinnert Israël aan zijn verkiezend welbehagen, waardoor Hij hen heeft uitgekozen om Zijn volk te zijn. We lezen in Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 8: Want u bent een heilig volk gewijd aan de Heere, uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitgekozen om zijn kostbaarste bezit te zijn. Niet omdat u een groter volk was dan de anderen heeft de Heer u uitgekozen, want u was het kleinste van allemaal. Hij deed dat omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde hij u uit de Egyptische slavernij. Met zo'n vertoon van macht en grote wonderen. De Heere heeft Israël gekend, dat wil zeggen, hij heeft het lief gehad met een liefde die van één kant komt en die haar grond niet vindt in het volk, maar in de Heere zelf. Hij heeft naar Israël omgezien, terwijl het niets beter of groter was dan andere volken. Zij waren zelfs het kleinste van allemaal. De Heere sloot met hen een verbond en heeft zich aan hen verbonden in genade, liefde en trouw. En hoe had de Heere het voor zijn volk opgenomen? Hij bevrijdde u uit de Egyptische slavernij met zo'n vertoon van macht en grote wonderen. De Heere had hen veertig jaar geleid door de woestijn, hij had hen gebracht in het land dat hij aan hun vaderen had beloofd. De Heer had de vijanden, met name de sterke Amorieten, uitgeroeid, om zo zijn volk een woonplaats te geven in het beloofde land, dat zij als een erfenis van de Heeren mochten bewonen. De beeldende taal van Amos valt op in vers 9. Via Amos zegt de Heeren van de Amorieten: De Amorieten zijn toch boomlange kerels en sterk als ossen. In de Hebreeuwse tekst lezen we over de Amorieten. Die hoog waren als ceders en sterk als eiken. Maar de Heere vernietigde hen. De Heere zegt: Ik beroofde hen van hun vruchten en sneed hun wortels door. We lezen het ook in Joshua 24: vers 8. Ten slotte bracht ik u naar het land van de Amorieten aan de overzijde van de Jordaan. Zij vielen u aan, maar ik vernietigde hen en gaf hun land aan u. Lang geleden had de Heer het tegen Abraham gezegd. We lezen het in Genesis 15, vers 13 tot en met 16: Toen zei God tegen Abraham: Uw nakomelingen zullen 400 jaar in een vreemd land wonen. Ze zullen daar slaven zijn en slecht behandeld worden. Maar het volk dat hen onderdrukt, zal ik straffen. Daarna zal uw volk wegtrekken met grote rijkdommen. Maar u zult een hoge leeftijd bereiken en rustig kunnen sterven. Na vier generaties zullen uw nakomelingen hier terugkeren, want eerder zal de slechtheid van de Amorieten niet het pijl bereiken waarop ik ze zal straffen. Maar zal iemand vragen: hoe wisten de Amorieten wat goed en slecht was? Zij hadden toch de wet van God niet en wisten toch niet beter. Dat lijkt misschien zo, maar in de eerste plaats had Abraham de wet ook niet. En in de tweede plaats, lezen we in Romeinen 2, vers 12 tot en met 14, de mensen die de wet van God niet kennen, gaan verloren zonder dat er naar de wet verwezen wordt. En de mensen die de wet van God wel kennen, worden door de wet veroordeeld. Om voor God vrij uit te gaan, moet u doen wat hij wil. Of u zijn wet nu kent of niet. Hoewel er veel volken zijn die de geschreven wet van God niet hebben, doen die van nature toch wat God wil. Daaruit blijkt dat zij weten wat goed en kwaad is. Waarom zouden heidenen die de wet van Mozes niet hebben, moorden, liegen en stelen nalaten? Paulus schrijft in het vervolg in Romeinen 2, vers 15. De wet van God staat in hun hart geschreven. Hun geweten vertelt hun wat zij moeten doen. Hun gedachten klagen hen de ene keer aan en spreken hen de andere keer vrij. U, jij en ik hebben een geweten. En zelfs als we nooit hadden gehoord van de tien geboden, zou ons geweten ons beschuldigen of verontschuldigen. God heeft aan mensen een geweten gegeven. Daardoor weten zij wat goed en kwaad is. Het was op die basis dat de heren de Amorieten veroordeelden, en toen de slechtheid van de Amorieten het pijl bereikte waarop de heren hen zou straffen, maakte de heren het land van de Amorieten vrij voor zijn eigen volk Israël. Met andere woorden, de Amorieten hebben van de heren meer dan 400 jaar de gelegenheid gehad om zich te bekeren. Maar het probleem met de Amorieten was, als ook van mensen die vandaag niets van de Heer willen weten, dat zij zich niet tot de Heer wilden bekeren. Tot de Heer, dat wil zeggen tot de God van Israël en de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Bijbel laat ons zien dat alle Amorieten die zich wel tot de Heer hebben bekeerd, werden gered. Toen Joshua op bevel van de Heer de rivier de Jordaan overtrok, kwam hij in het land van de Amorieten. Jericho was een stad in het land van de Amorieten. Ragab de Hoer was een Amoritische vrouw. Zij en haar familie waren de enigen die niet werden vernietigd toen Jericho werd ingenomen. Ook de Moabieten verdwenen, maar Rut, een Moabitische vrouw, kreeg de Heer lief en wilde de God van Israël dienen. Later lezen we haar naam in de stamboom van de Heer Jezus Christus. Hetzelfde geldt voor de Amorieten in relatie met Ragab. In Amos 2 zegt de Heer tegen de inwoners van Israël: Ik oordeelde de Amorieten om dezelfde zonde die jullie nu begaan. Ik heb jullie mijn wet gegeven, en jullie hebben die wet gebroken. Amos 2, vers 10 en 11. Ik bevrijdde u ook nog uit Egypte, leidde u veertig jaar door de woestijn, waarna u het land van de Amorieten in bezit kreeg. Ik verkoos sommige van uw zonen tot Nazireërs en profeten. Kunt u dat ontkennen, Israël? vraagt de Heer. Het zijn in de versen 10 en 11 maar korte aanduidingen. Alleen de hoofdzaken worden gecomprimeerd samengevat, maar het is volkomen duidelijk. Alles wat het vroegere slavenvolk uit Egypte is, dat is zij dankzij de Heere. Alles wat Israël heeft, dat heeft het gekregen van de Heere. God heeft Israël lief gehad zoals een man zijn vrouw. De Heere heeft het volk geleid zoals een vader zijn zoon. Hij heeft voor hen gezorgd zoals een moeder voor haar kind. En waarom? We hebben het gelezen in Deuteronomium 7, vers 8. Hij deed dat omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Het was genade, onverdiende gunst. De Heere nam redenen uit zichzelf. De Heere zegt: Ik heb u gekend. Dat is de verklaring, en tegelijk is Gods genade voor ons mensen onverklaarbaar. Welk mens kan het geheim van Gods barmhartigheid verklaren? Mogelijk kent u het lied Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond en hij mij, gans onwaardig mens, steeds zoveel liefde toont. Ik weet het ook niet. Maar de geschiedenis van het volk Israël getuigt ervan en de psalmen uit het Oude Testament zingen ervan en Israëls profeten spreken ervan. Maar die zorg van de Heer heeft zich niet alleen uitgestrekt over de periode tot aan de vestiging van het volk Israël in Kanaan. In de woestijn, in de jaren van de jeugd moest Israël leren lopen. Maar de Heer kent zijn volk. En hij weet dat het nooit goed gaat als hij hen aan zichzelf zou overlaten. Daarom heeft hij hen, zo lazen we in Amos 2, vers 11. Nazireërs en profeten gegeven. Die profeten hielden het volk het woord van God voor. Ze wezen de zonden van het volk aan en riepen op tot bekering en terugkeer naar de Heren. Denk aan profeten als Elia en Elisa, die in het verleden juist in het tien Israël waren opgetreden. En de nazireërs waren met hun aan God toegewijde levenswandel. Onder Israël een zichtbare prediking geweest, die het volk opriep tot een leven voor Gods aangezicht. Mensen van het woord en mensen van de daad had de heer aan Israël gegeven, om het volk dicht bij zich te houden. Zulke mensen zijn een geschenk van God, waarin Zijn trouwe zorg blijkt. Het is een zegen om in je omgeving mensen te hebben die door God worden gebruikt. Om met woorden en daden te zeggen en te laten zien wie de Heer is voor zijn kinderen. En hoe zijn kinderen mogen en moeten zijn voor hem. De Heer wil zijn kinderen niet kwijt. Hij heeft er alles aan gedaan om hen bij zich te houden. Amos 2, vers 12. Maar u liet de Nazireërs zondigen. door hen te dwingen uw wijn te drinken. En u legde mij profeten het zwijgen op. Door te zeggen: U mag niet profiteren. Een Nazireer was een Israëliet die zich vrijwillig met een gelofte aan de Heeren had gewijd. Daarbij waren er drie dingen die een nazireer niet deed. Allereerst knipte hij zijn haar niet af. Het tweede was dat een nazireer niet was toegestaan om wijn te drinken of enige vrucht van de wijnstok aan te raken. Ze mochten geen druiven en zelfs geen rozijnen eten. Maar in vers 12 lezen we dat er Israëlieten waren die Nazireërs lieten zondigen. door hen te dwingen wijn te drinken, waardoor zij hun gelofte braken. Een Nazireër mocht ook het lichaam van een dode niet aanraken. of er dichtbij in de buurt komen. Amos 2, vers 13. Luister goed: ik zal u laten kreunen als een wagen die volgeladen is met schroven. Om alles wat de heren door de mond van Amos het tienstamrijk Israël heeft aangezegd, zal over het volk Gods oordeel komen. Het zal onder Israël kreunen en kraken, zoals een zwaar beladen dorswagen met koren schoven kraakt. Mogelijk heeft Amos hierbij aan een aardbeving gedacht. Ook de volgende verzen zouden daar goed bij passen. Het zou dan ook een treffende vervulling van de in Amos 1 vers 2 genoemde aardbeving kunnen zijn geweest. Daarin hoeven we nog niet de volledige vervulling van de profetie te zien, omdat Amos niet alleen een aardbeving voorzegt, maar vooral een straffend ingrijpen van de Here, waarvan de volheid eerst wordt verwezenlijkt op de grote dag van de Here. Als we de feiten uit Amos 2 nog eens op een rijtje zetten, dan zien we het volgende: de Here had het volk Israël materieel gezien gezegend. Hij heeft hun voorouders een land beloofd, overvloeiende van melk en honing. Daarvan kunnen we zeggen dat die belofte in de dagen van Amos rijk vervuld is, ondanks de levenswandel van het volk. Israël lijkt op een wagen die volgeladen is met koren schroven. In dat beeld kunnen we ook een tijd van luxe, welvaart en overvloed zien. Amos, de schapenfokker uit Tekoa, heeft zijn ogen goed de kost gegeven. Hij heeft gezien hoe de mensen leefden en wat ze belangrijk vonden als ze in de stad kwam. Belees erover aan het slot van Amos 3. Daar wordt gesproken over prachtige huizen van de rijken... Over winterverblijven, zomerhuizen en ivoren paleizen. Natuurlijk kan dat niet van iedereen worden gezegd. Er is zelfs een groot verschil tussen de rijke bovenlaag en de arme onderlaag van de bevolking. Maar in doorsnee kunnen we zeggen: het tienstammenrijk Israël is, materieel gezien, in de dagen van koning Jerobiam II, een land waar het leven goed is. Op ontroerende wijze hebben we de Heere horen vragen in Amos 2, vers 11: Kunt u dat ontkennen, Israël? Nee, dat kunnen de Israëlieten niet ontkennen. De Heere is een God die zijn belofte vervult en trouw blijft aan zijn woord. En Israël? Heeft het de Heere geëerd en gediend? Heeft het gewandeld voor Gods aangezicht? Helaas niet want we hebben het verdriet en de verontwaardiging van de Heer gelezen in Amos 2 vers 12. Maar u liet de Nazireërs zondigen. Eerst hoorden we hoe Israël met de armen en zwakken van de samenleving omsprong. Daar stelde de Heere zijn handelen met het zwakke slavenvolk dat hij uit Egypte redde. En dan komt het handelen van het volk ten opzichte van de Heere aan de orde. Israël wilde niet naar de boodschappers en woorden van God luisteren. De Heere zegt: U legde mijn profeten het zwijgen op. Ze hebben de Nazireërs gedwongen om wijn te drinken en lieten hen zo zondigen. Ze hebben de profeten de mond gesnoerd, want de profeten mochten niet zeggen wat de Heere hun te spreken gaf. De inwoners van het stammerrijk Israël leefden van Gods gave en goedheid. Maar de heren zelf hadden zij niet nodig. Ze weigeren naar zijn woord te luisteren en gingen hun eigen weg. Juist in een tijd van overvloed kan zo'n geestelijke instelling mensen wegzuigen van de heren. Rijkdom kan een sta in de weg zijn om het koninkrijk van God binnen te gaan. In een tijd van overvloed en weelde kan een gelovige uit het oog verliezen dat deze wereld niet zijn thuis is. Maar dat hij of zij op weg is naar het vaderhuis met de vele woningen. Naar het betere vaderland. Dan is het mogelijk dat een gelovige afvallig wordt en in het spoor van Demas komt. Demas waarvan de apostel Paulus tegen Timotheus moet zeggen. Demas heeft mij verlaten. Hij hield te veel van deze wereld en is naar Thessalonica gegaan. Dan verliezen we onze afhankelijkheid van de Here en tenslotte de Here zelf. En als wij op dat punt zijn aangekomen, dan zijn alle boodschappers van God lastpakken en zwartkijkers. Die moet je zien kwijtraken en zo snel mogelijk de deur uitwerken. Het is Amos. En de andere profeten overkomen in Samaria en in Jeruzalem. Het is hetzelfde wat de grote profeet, de heer Jezus Christus, heeft ervaren toen hij op aarde was. En dat blijkt aan het einde van de geschiedenis weer, als de twee getuigen dood op de straten van de stad liggen waar ze hebben geprofeteerd. We lezen in openbaring 11, vers 10. De bewoners van de aarde zullen blij zijn dat de twee profeten die namens God gesproken hebben niet meer leven, omdat die hen gekweld hebben. Ze zullen feest vieren en elkaar geschenken sturen. De grote massa heeft geen belang bij profeten die namens God spreken. Ze willen liever misleid worden met liefelijke woorden dan Gods waarheid over hun leven horen. Amos 2, vers 14 tot en met 16. Uw snelste strijders zullen struikelen tijdens hun vlucht. Alle sterken zullen zwak zijn. En de hooggeplaatsten kunnen zichzelf niet meer in veiligheid brengen. Hulp van de boogschutters zal niet baten. En zelfs de snelste renners zullen niet meer kunnen vluchten. Ook de beste ruiters ontkomen dan niet aan het gevaar. De moedigsten onder uw heldhaftige mannen zullen hun wapens weggooien en die dag voor hun leven rennen, zegt de oppermachtige heren. De versen 14 tot en met 16 drukken uit: dat hoe snel, sterk en goed een mens ook is, niemand zal aan het gericht van de heren kunnen ontkomen. In Isaiah 10, vers 3 vraagt de heren aan de Israëlieten. En wat zult u doen als ik vanuit een ver land de verwoesting op u afstuur? Tot wie zult u zich wenden om hulp? Waar zullen uw schatten veilig zijn? Als de Heere komt om te richten, zal niemand kunnen ontkomen. In Psalm 139 horen we David zingen van Gods nabijheid, maar ook over het feit dat niemand de Heere kan ontlopen. Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw geest? Waar zou ik naartoe moeten om u te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik u daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik u ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik u daar ontmoeten. Luisteraar, laten we de grote dag van de Heeren. Niet als ongelovigen tegemoet gaan. In Amos 2 zijn de laatste verzen ook een verwijzing naar de dag waarop de Assyriërs Samaria zullen aanvallen, en de stad zal worden verwoest, en het volk gevangen zal worden weggevoerd. Een gebeurtenis die zich maar enkele tientallen jaren na de profetische woorden van Amos heeft voorgedaan. In zo'n situatie zullen zelfs de meest stoere mensen in angst wegrennen. Die angst zal zo hoog oplopen dat de mensen het liefst zo snel mogelijk dood willen. Het is bijna niet voor te stellen, maar we lezen het in Openbaring 6, vers 12 tot en met 17. Toen hij, het Lam, Jezus Christus, het zesde zegel verbrak, zag ik dat er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed, en de maan rood als bloed. De sterren vielen van de hemel op de aarde, als onrijpe vijgen die in een storm van de boom waaien. De hemel verdween als een stuk papier dat opgerold wordt, en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Alle mensen verstopten zich in holen en tussen de rotsen, koningen, regeringleiders. En generaals, rijke en sterke, slaven en vrije. Ze schreeuwden naar de bergen en de rotsen: Val op ons! Verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. De grote dag van hun toorn is gekomen en niemand zal die overleven. Het was ook de boodschap die Amos moest doorgeven. En dan is het ook geen wonder dat de mensen hem de stad uit wilden jagen. Maar Amos is nog niet klaar. Amos 3, vers 1. Luister, dit is uw vervloeking. De Heere heeft die uitgesproken tegen Israël en Juda, tegen het hele volk dat hij uit Egypte bevrijdde. Uit alle volken heb ik uitsluitend u gekozen. Daarom moet ik u des te zwaarder straffen voor al uw zonden. Opvallend dat de Heere hier aan de scheuring van Israël in twee koninkrijken voorbij gaat. De Heere spreekt tegen Israël en Juda. En het eerste dat de Heere zegt is luister. Het moet de Israëlieten bekend in de oren hebben geklonken. Immers de bekende Joodse geloofsbeleidenis begint op dezelfde wijze. Er is zwaar weer opkomst. Maar ik zie in het woordje luister... Ook een sprankeltje licht gloren, maar daarover meer in de volgende uitzending. luistert naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-4784. 3, ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR Postbus 371, Postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En namens ons allemaal bedanken we u van harte voor het luisteren.